Mercedes-Benz schreeuwt dit jaar hard van de daken dat de SL 60 jaar bestaat dit jaar. Maar eigenlijk moeten we die opmerking wel met een korreltje zout nemen. Want de eerste straatversie van de 300 SL, de Gullwing, die kwam pas op de markt in 1954. En deze, de 300 SL Roadster, pas in 1957. Maar ja, laten we niet op alle slakken zout leggen. Want het is deze auto geweest die de basis legde voor de legende die SL zou heten. En dit is de auto die volgens Mercedes-Benz de legende van de SL nog een tijdje levend moet houden. Een belangrijk codewoord voor die missie is aluminium. Een groot deel van de onderhuidse structuur van de auto bestaat namelijk helemaal uit dit materiaal. En dat geldt voor het eerst ook voor de carrosserie. Het voordeel van het gebruik van aluminium is natuurlijk dat de auto een stuk lichter wordt. De losse body van deze SL weegt zo'n 110 kilo lichter dan wanneer die alleen van staal gemaakt zou zijn. Het voordeel daarvan is dat deze SL 500 125 kilo lichter is dan zijn voorganger. En bij de SL 350 is dat zelfs 140 kilo. De afkorting SL staat natuurlijk sinds jaar en dag voor sport light. En volgens Mercedes-Benz heeft de afslankkuur die deze SL heeft ondergaan ervoor gezorgd dat hij een veel lichtvoetiger weggedrag heeft dan zijn voorganger. Ja, wat blijkt daarvan in de praktijk? Het is nog steeds een behoorlijk zware auto. Natuurlijk zo'n 1700 kilo waar je mee onderweg bent. Maar dat neemt niet weg dat hij voor een Mercedes best wel direct stuurt en vrij gevoelig reageert op de commando's. Als koper van een SL heb je keuze uit twee onderstellen. Het standaard onderstel, ja, dat is niet zo heel bijzonder. Maar de tweede keuze is ABC, oftewel Active Body Control. En dat heeft deze SL dus ook. Wat houdt het nou precies in? Het is een systeem met heel veel kleine sensoren die de koetsbewegingen van de auto in de gaten houden. Dus als je bijvoorbeeld hard een bocht induikt, dan heeft de auto vanwege zijn gewicht de neiging om in de veren te duiken. En dan zorgt ABC ervoor dat hij een beetje wordt opgekrikt en vlakker blijft in de bocht. En daardoor doet deze auto, wat op zich toch een behoorlijk slagschip is, nog redelijk dynamisch aan. Dat betekent echter niet dat je deze SL moet zien als een sportwagen. Want als je er echt mee gaat boenderen, dan merk je dat hij daar eigenlijk gewoon niet voor ontwikkeld is. Deze auto is gewoon bedoeld voor comfortabel cruisen. Ja, zoals ik al zei, is de SL leverbaar met twee verschillende motoren. Een 350 met een 3,5 liter V6 met 306 pk. En dus deze 500 met een V8. En ja, Mercedes zegt dan dat hij 22% zuiniger is dan zijn voorganger. Maar daar gaat het niet om bij deze auto. Het gaat erom dat allebei die motoren uitstekend passen bij het karakter wat een SL moet hebben. Snel, soepel en moeiteloos presterend. En daar slagen ze uitstekend in. Een groot pluspunt van de nieuwe SL is zijn interieur. Het is ruim, ademt een vergelijkbare hoogwaardige sfeer als in de SLS. En de materialen zijn bijzonder fraai. Je hebt heel mooi leer, je hebt prachtig aluminium en daarnaast is de ergonomie ook nog eens voorbeeldig. Je voelt je daardoor gewoon thuis in de nieuwe SL en dat verdient een groot compliment richting Mercedes. Ja, en denk maar niet dat we daarmee al klaar zijn, want Mercedes-Benz heeft zelfs een heuse wereldprimeur verstopt op deze SL. Ze noemen het Magic Vision Control en het bestaat uit tientallen kleine gaatjes in het wisserblad van de ruitenwissers. De wisservloeistof wordt onder hele hoge druk door die kleine gaatjes geperst en daardoor is in één keer je voorruit schoon. Ik ben heel benieuwd, ik moet het toch echt even proberen. Nou, ik ben benieuwd of het echt zo revolutionair is als dat ze zeggen. Knopje indrukken. Nou, verdraaid joh. Het spuit dus echt alleen bij de neerwaartse beweging, zodat er ten eerste niks over je koppie heen sproeit. Nou, vernuftig systeempje. Tja, nou zou je kunnen zeggen, wat een onzin, Magic Vision Control.
Maar het geeft juist heel erg aan met welke gedachten deze nieuwe SL ontworpen is. Het is net weer zo'n innovatie die het leven weer net dat kleine beetje makkelijker maakt. En dat is nou precies de essentie van een Mercedes-Benz SL. Moeiteloosheid en comfort in een snelle, strakke jas. De SL ten voeten uit, precies zoals die hoort te zijn.